Ik ben Stephanie Lamerichs. Ik werk inmiddels 8 maanden bij Witteveen en Bos. En ik ben constructeur infrastructurele constructies. Mijn werkzaamheden als constructeur zijn het ontwerpen en doorrekenen van kunstwerken. Zoals we hierachter zien op de A12 bij Nooddorp. Dus een project dat ongeveer 5 jaar geleden door Witteveen en Bos is gerealiseerd. Ik ben Robin Holleboom. Ongeveer 1 jaar in dienst bij Witteveen en Bos. Als projectingenieur elektrotechniek op het gebied van afvalwater en drinkwater. We staan op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Leiden Noord. Deze zuiveringsinstallatie is enkele jaren geleden nog geoptimaliseerd en gerenoveerd. We hebben daarbij onder andere delen van de elektrotechnische installatie vervangen, welke deel uitmaken van de besturing van deze zuiveringsinstallatie. Ik heb Witteveen en Bos leren kennen tijdens mijn studie op de HTS. En ik had daar een docent die wat eerder bij Witteveen en Bos had gewerkt. En dat vond ik een hele erg deskundige man. En sindsdien heb ik Witteveen en Bos altijd in de gaten gehouden. En gezegd dat als ik daarnaast mijn studie zou kunnen gaan werken, dat ik dat graag zou willen doen. En uiteindelijk is dat ook uitgekomen. Witteveen en Bos staat in de regio waar ik vandaan kom, bekend als een goede werkgever. Toen ik op zoek was naar een afstudeeropdracht, kwam ik dan ook al snel bij hun terecht. Als projectingenieur elektrotechniek houd ik me voornamelijk bezig met het elektrotechnisch ontwerp voor afvalwater- en drinkwaterinstallaties. Daarbij kun je denken aan een ontwerp, maar ook het schrijven van bestekken of het toezicht houden op een bouwlocatie. Het leuke aan het werken als constructeur vind ik vooral de diversiteit die het met zich meebrengt. Je moet tijdens het ontwerp heel veel rekening houden met allemaal factoren die van invloed zijn. Zoals bijvoorbeeld het verkeer dat over het viaduct heen gaat of zoals hier het spoor dat onder het viaduct doorloopt. Het werken bij Witteveen en Bos bevalt me erg goed. Het is een goede werksfeer. De collega's zijn altijd bereid om je te helpen. Het contact is laagdrempelig. Ik vind het heel leuk aan mijn werk. Als ik complimenten krijg over mijn berekening die ik heb gemaakt, dat het goed is uitgevoerd. En bijvoorbeeld als je aan een expert niet alleen maar dingen hoeft te vragen omdat je het niet weet, maar dat je hem ook vanuit je studie nieuwe ideeën kan aandragen waar een iets ervarende persoon met de innovatie nog niet aan heeft gedacht. Het is leuk om als net afgestudeerde bij Witteveen en Bos aan het werk te gaan. Je krijgt veel vrijheid, maar je leert gewoon eigenlijk verschrikkelijk veel. En Witteveen en Bos is wel een werkgever om trots op te zijn. De verwachting die ik had is zeker uitgekomen. Ik dacht dat het een heel groot en deskundig bedrijf zou zijn. Nou, dat is ook zo. Ze hebben hele grote projecten. Ongeveer de grootste projecten van Nederland en ook in het buitenland. En dat is gewoon heel mooi om daaraan te kunnen werken. En dat ook heel veel mensen op de hoogte zijn van projecten die gedaan worden. Dat je dan kan zeggen van ja, maar dat heeft Witteveen en Bos wel gedaan. En daar werk ik gewoon.